Hij speelt het liefst in de stijl van Jimi Hendrix en Led Zeppelin. Afgelopen weekend hield Ron Malenstein open huis. Niet voor muziek, maar voor een expositie van soft pastelwerken. Bijvoorbeeld deze. Twee personen, man en vrouw. Die is volledig inspiratief ontstaan. Ik had gewoon een plaat gepakt. Een vezelplaat, MDF. Ik ben gewoon daarmee begonnen. Ik wist helemaal niet wat ik zou gaan maken. Ik had geen opdracht verder. Ik ben gewoon gaan werken en ineens zag ik van een man en een vrouw. En toen dacht ik van, hé, dat ga ik verder uitwerken. Ik had geen gevoel erbij, geen beeld erbij. Het is gewoon zo ontstaan. De meeste kunstwerken ontstaan zomaar. Intuïtief en spiritueel noemt Ron dat. Gewoon rustig zitten. Afwachten wat er gebeurt, wat voor stemming je krijgt, wat voor gevoel je krijgt. En dat kan beginnen met een kleur, een streep, iets. En dan volg je je gevoel daarin. En dan pak ik gewoon een van die kleuren, van die krijten. En dan ga ik gewoon beginnen. Dan ga ik rustig zitten, zeg maar, hier. En dan ga ik gewoon een aantal strepen maken. Op dit moment denk ik even aan deze kleur. Zie ik deze twee kleuren gewoon eigenlijk samen. En dan maak je gewoon een begin. Hé, dat is eigenlijk wel spannend. Dit was gewoon eerst helemaal zwart. En toen dacht ik van, ik wil iets met paarsig doen. Want paarsige kleur is natuurlijk een spirituele kleur. Is een mooie kleur. Dus gewoon bekend in de spirituele wereld. Dat bedoel ik eigenlijk. En ik denk een beetje donkerrood, rood. Ik denk dat moet gewoon wel mooi worden. Nou, dat is ook gewoon iets. Meer mensen zouden intuïtieve kunst moeten maken, vindt hij. De meeste mensen beginnen met kleine poppetjes tekenen, een buikje, een hoofdje, een armpjes en zo. Heel simpel tekeningetje. Maar als je daar gewoon wel langer mee bezig bent, kan je dat gewoon helemaal gaan uitwerken. En je kan natuurlijk ook een cursus volgen. Op zijn verlanglijst staat ook een keyboard om te kunnen experimenteren met tonen. Maar voorlopig houdt hij bij gitaar. Ik denk alleen dat mijn bovenburen het niet zo leuk vinden als ik flink bezig ben, maar ik doe het vrij rustig.